Is social media een platform waar je enkel positieve dingen mag posten? Of is het ook oké om gewoon te laten zien hoe je je echt voelt? Als jij je een keer slecht voelt, mag jij ook daar een foto van zetten of een story plaatsen van hé, ik voel me niet goed. Ik vind dat ook dat de werkelijkheid getoond mag worden. Ik denk dat het ook belangrijk is om af en toe iets serieuzer te plaatsen. Je moet posten hoe je voelt en wat je op dat moment denkt. Niet altijd blij, niet altijd gelukkig, maar ook als jij iets down zet, kun je down dingen posten. Ik weet niet, dat lijkt me niet zo gepast. Allee, dat is toch niet waar social media echt verdient. Dat mag ook soms eens de andere kant laten zien, de echte kant. Want ik heb wel zo de indruk dat ze altijd laten zien dat ze allemaal blij zijn en zo, maar weten ook dat dat niet altijd de realiteit is. Ja. Ik denk dat het internet niet zo een veilige plek is ook om te tonen hoe kwetsbaar je bent soms. Ik ben zelf niet zo actief op sociale media. Nee? En dat komt omdat ik vind dat sociale media over het algemeen een leugen is. Iedereen zet er maar op hoe dat ze gezien willen worden. Ja. Niet echt hoe dat er echt aan toe gaat in hun leven. Meestal zijn dat wel alleen de goede dingen die ik erop zet. Je wordt daar zelf niet zo gelukkig van als je andere mensen heel gelukkig ziet, altijd, denk ik. Maar je moet ook beseffen dat niet iedereen altijd super gelukkig is zoals ze voordoen op social media. Ik persoonlijk zou minder snel een story posten als ik me depressief voel. Dat heeft dat geen zin voor mij, gewoon. Dan ga ik dat niet doen. Als ik nu iets kei leuk meemaak, dan ben ik wel meer geneigd om dat te posten. Niet omdat ik de negatieve dingen niet wil posten, maar gewoon... Ik heb geen behoefte aan. Minder nood aan gewoon. Ja, ik probeer dat toch wel iets positiever te laten uitschijnen. Ik denk dat er zeker ook mensen zijn die er dingen op zetten alsof ze gelukkig zijn, maar het eigenlijk niet zijn. Dus, allee. Eerlijk fake. Fake nieuws, ja. Soms heb ik wel, als ik in een dipje zie en ik zie andere mensen zo echt uitgaan bijvoorbeeld, en ik zit hier dan bijvoorbeeld te studeren, dan is dat wel, dan wringt dat wel een beetje daar, ja. Maar dan vraag ik mij af, zou het beter voelen om dan negatieve van mensen online te zien? Nee, maar het kan wel enige compassie oproepen bij je vrienden en zo. En kun je elkaar toch een beetje helpen? Waar ligt de grens? Waar kan absoluut niet op social media? Voor mij maakt het allemaal niet uit. Je mocht erop zetten wat je wilt. Ja, okay. Maar dat is een persoonlijke keuze van wat je vindt dat je met mensen kunt delen. En dat is, ja, er is niet echt een grens. Dat is hoe dat jij je voelt. Maar niet iedereen gaat daar even positief ook op reageren. Maar waar is dan de grens? Dat je van een brug gaat springen. Ja. Ik zou nooit iets zetten van als ik aan het wenen ben ofzo. Allee, als het echt zo erg is dat je zo slecht voelt. Een heel duistere gedachte misschien met je ouders of met je vrienden aankaarten in plaats van zomaar in het open te smijten. Naast ons Fabian Feert van Tikmik. Wat is uw mening omtrent deze vragen? Ik denk dat mensen door social media ook vaak het gevoel hebben van mijn leven is niet goed genoeg, omdat ze andere mensen altijd positief zien. Maar dat is gewoon normaal om soms eens wat minder in je vel te zitten. Dus daarom is het ook goed om op social media ook wat minder dingen te delen.